Hey, liefie. Hey, schatje. Is het niet een beetje weinig? Liefie. Zullen we het doen? Weggaan met z'n tweetjes? Dat kan niet, liefie. Als wij die gast belazeren, maakt hij ons af. Maar je had het beloofd, Nicky. Een half jaar. Dan was het afgelopen. Ik sta bij die gast in het krijt. Als je van me houdt, dan snap je dat. Nou, zet hem op. Ik zie je straks. Wat is er toch aan de hand met het meisje van je? Een rode vlag. Gewoon een dip, kool komt goed. Ja, vorige week was het ook al niks. Ik denk dat jij beter op zoek kunt gaan naar een ander. Geef me nou nog even de tijd. Ik krijg er echt wel weer aan het werk. Nou, ik denk het niet. Darik, zorg jij ervoor dat mijn juffrouw verder de mond houdt? Laat mij dat nou doen. En ga jij maar eens lekker op jacht. Kijk, die is leuk, die hipster. Die zou ik wel aantrekken als ik... Sabrina, heb jij zin in een loverboy? Nou, leuk. Slachtoffer heeft verklaring afgelegd nadat deze loverboy haar zwaar lichamelijk heeft toegetakeld. Ik voel me vereerd. Ik hoop dat je dat na de zitting nog bent. Dat vind ik echt het laagste van het laagste. Dat loverboy gedoe. Zorgen dat een meisje verliefd op je wordt en haar dan achter het raam jaagt. Slachtoffer liet op aandrang van verdachten zijn naam op haar schouder tatoeëren. Slavenhandel is het. Gewoon castreren en zijn hele zaak hier naar de hondenvoerfabriek. Over liefde gesproken, waar zijn onze mannen allemaal? Het huis. Vandaag heten we keizerin en de boerin advocates. Nou, ik ben weg. Ik ook. Dag, knabbert. Zwaan. Voor jou. De heer Juan Fuentes uit Buenos Aires. Zit vast op Schiphol. 400 gram coke. Had hij gewoon in het supermarkttasje onder zijn trui. De gebruikelijke sukkel dus. Juan Fuentes. Anna de Zwaan. I'm glad you came. Thank you. Shall I take your coat? Oh, well, it's the first time that a client takes my coat. Well, I'm a tango teacher. I do this all the time. I tried to dance the tango once, but they say only Argentinians can do it. Well, not me at the moment. It's my hip. I need a new one. That's why I smuggled the coke. And when do you need the operation? Within 6 months. Otherwise, I have to say farewell to my job and my dancing. It's the first time you smuggled? Yes. And you will never do it again? I swear it.
on my mother's grave. First time, then you can expect about 6 months. But then I have no hip. I'm crippled. Do you know what it means? But Mr. Fuentes, in Holland we have hospitals and new hips too. Sabrina Santos, uw advocaat. Hoi. Nick. Mulder. Meneer Mulder, u wordt beschuldigd van gekwalificeerde mensenhandel met oogmerk van prostitutie. Sorry, mensenhandel? Sinds wanneer handel ik in mensen? Als u uw vriendin naar haar werkplek vervoert om zich daar te prostitueren, dan is er sprake van mensenhandel. Er staat een flink aantal jaren voor. Doe maar. Ik verveel me hier nu al te pletter. U lijkt het niet zwaar op te nemen. Nee. Omdat dit allemaal poppenkast is. Kijk, Marieke en ik hebben een vrije relatie. En zij houdt van luxe en doet daar gewoon wat voor. Vrees dat er geen rechter op de wereld rondloopt die daar intrapt. Waarom niet? Marieke heeft verklaard dat u haar op haar laatste avond geschopt heeft, in de buik hebt geslagen. Dat is niet waar. Echt niet. Ik heb haar nog nooit geslagen. Ik was best gek op haar in het begin. Voor jou? Ik heb geen idee wat erin zit. Van wie is het? Geen idee. De blik, breekbaar en prachtig. En toch ongetrouwd. Ken hem een rode Amsterdamse bos, 12 uur. Simone? Oh, leuk ei. Wie heeft dit gebracht? Stond voor de deur. Van wie is het? Geen flauw idee. Hier, lekker op rood met een plakje rauwe ham. Maar dat heeft iemand er toch niet voor niets neergelegd? Ach schat, mensen doen tegenwoordig de raarste dingen. Nina Bisschot. En? Bevalt het ei? Verkeerd verbonden. Nina Bisschot, jij doet raar. Heel raar. Ik ga toch niet achter een ei aanlopen? Oh, meneer, fietsen op de stoep, dat mag niet, hè? Dat kan u zo €60 kosten. Hé, zwaartje, het gaat toch heel lekker tussen ons? Absoluut, Jimmy. Het gaat fantastisch tussen ons. Laten we dat vooral zo houden. Ja, maar het wordt nog fantastischer met een perfecte kruising tussen Miss Universe en deze jonge Apollo. Ik geef toe dat het een buitengewoon aantrekkelijk idee is, maar lieverd, ik wil niet meer. Ja, dan word ik oud zonder kinderen, dat vind ik zielig. Ja, dat is ook ongelooflijk zielig. Maar ja, je zult toch moeten wennen aan het idee, want ik moet weg, ik heb haast. Nou, kop het even naar mijn auto. Die staat daar om de hoek. Ja, heeft ze iemand? Kom op.
Ja, mevrouw de Zwaan. Plakje. De bonbon van een gewone man. Ik eet de lekkere dingen graag met een gewone man mee. Kan ik voor u doen? Het gaat over die cliënt uit Argentinië, meneer Fuentes. Oh ja, de man van 400 gram. Ja, daar was de politie snel klaar mee en ik ook, geloof ik zo. Die meneer moet een nieuwe heup hebben, dit is een medische verklaring. Anders zit hij binnen 6 maanden in een rolstoel. Ik wil dat hij wordt geopereerd. Het kan natuurlijk zo zijn dat meneer smokkelde om de operatie in Argentinië te kunnen betalen. Maar het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat meneer zich bewust van de voortreffelijke medische voorzieningen van ons kleine koninkrijk zich met opzet heeft laten oppakken. En dan word ik erg sommertjes, mevrouw de Zwaan. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat Jan en alle man van overal ter wereld binnenkomt fladderen om zich op kosten van de straat in Nederland een nieuwe ledematen aan te laten meten. Binnen 6 maanden moet hij een nieuwe heup zijn. Zal ik een korte straf moeten eisen? Jammer. Wie kwam? Meester Lina Santos. Advocaat van Nick Mulder. Oh. Heeft u even? Ja, heel even. Ik moet koffie. Wel nu, dus gaat u even mee? Natuurlijk. Ik zou dus toch graag Marieke Groen willen spreken. Dat is geen goed idee. Ze heeft alles al verklaard bij de politie. Ze zijn nog steeds behoorlijk in de vernieling. Ik heb een beetje, zeg ik dat, ik heb een beetje het onrustige gevoel dat haar verklaring niet de volledige waarheid dekt. Onrustige gevoelens heb ik ook wel eens, mevrouw. Die gaan meestal vanzelf op. Als ik haar nu niet kan spreken, dan zal ik haar sowieso moeten oproepen. Nou, dan weten we zeker dat het heel pijnlijk voor Marieke kan gaan worden. Goed, u mag haar spreken. Onder 1 voorwaarde. Dat u haar niet ook nog eens ter zitting roept. Ik heb een broertje dood aan advocaten die het leuk vinden om slachtoffers ter zitting nog eens door de hel te jagen. Goed. Ik hoop er snel te spreken. Meneer Kwant. Deugzame vrouw anoniem het bos inlokken door middel van een ei. Mevrouw Bisschot, het is net zoals in de misdaad. Als je er helemaal aan begint, is er geen weg terug. Heerlijk dat je er bent. Oh, ze hebben hier een prima omelet suisse. Maar de kroketten zijn onovertroffen. Ja. Dan ga ik voor de onovertroffen kroketten. En doe jij dat vaker? Een ei op iemands drempel? Wist je, vroeger als er een huis werd gebouwd, dan begroeven ze een ei onder de drempel om de vruchtbaarheid te bevorderen. Karel, waartoe deze ontmoeting ook mag leiden, zwanger zal ik er niet van worden. Kroketten dus? Oh, ah, ja. Mevrouw Klein. U had mij een bericht gestuurd. Sanet? Sabrina Santos? Keizer en de Boer? Ach, u bent snel. Was u al in huis? Ja. Ik heb nog wat extra narigheid voor uw cliënt. Een ontnemingsvordering. Meneer Mulder mag het geld wat hij met zijn meisje verdiende bij ons inleveren. 40.000 euro. Oh, en mocht u willen protesteren, de schatting is aan de lage kant. Nou, het is nog steeds heerlijk op de boerderij. Alhoewel, die kraaien en de halen weg zijn, is het wel erg stil. Dus toen dacht jij tijd voor een nieuw kippetje? Ja, ik beken. Maar ja, ik ben getrouwd, zoals je weet. Ja, daar was Koekie ook erg over verbaasd.
Ken jij Marius? Ik kwam hem tegen. In de Rotary. En ik complimenteer hem natuurlijk. Met een advocaat zoals jij. En toen heb ik wat gevist. Als die vrouw vrij was, nou dan. Dan wist ik het wel. Maar hij keek nogal op van je plotseling in gehuwde staat. Waarom heb je destijds niet gezegd dat je niet getrouwd was? Dat heb je mij niet horen zeggen. Dat was jouw conclusie. Ja. Maar je hebt het ook niet ontkend. Nee, ik heb het niet ontkend. Ik geloof niet zo in de huwelijkse staat. Oh, dat begrijp ik heel goed om. Men vergaart makkelijker een klein vermogen en een stukje eigen land dan een gelukkig huwelijk. Van wie zijn die wijze woorden? Van een zeer begenadigd filosoof. Leuke man ook. Oudrechter. Jij bent echt vreselijk. Het is een bonte specht. Een boomklever. Plekken. Het kon toch? Sabrina Santos. Ach, Nick. Nee, ik ga nu Marieke opzoeken. Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen, dus ik bel je later. Ja? Ach, Nick. Plezier ermee. Dankjewel. We hebben ze ook in het rood. Ik ben Sabrina Santos, advocaat van Nick. Marieke. Gaat het met je? Het gaat wel. Mevrouw Santos. U wilde Marieke spreken. We zijn benieuwd. Allereerst, Marieke, wil ik zeggen dat ik het echt verschrikkelijk vind wat er met je is gebeurd. En... Heeft Nick het nog wel eens over me? Met Nick heb ik het voornamelijk over zijn verdediging. Heeft hij spijt? Kom, denk ik nog. Ik kan geen kinderen meer krijgen. Door die schoppen. Nooit meer. Het is echt afschuwelijk. Iemand je zoiets heeft aangedaan. Niet iemand. Nick. Maar Nick zegt dat hij jou nooit mishandeld heeft. Wie gelooft die cliënt? Als je dat relevant vindt, ja. Waarom zou ik anders hier zijn en uw tijd verspillen? Nou, ik vrees inderdaad dat onze tijd voldoen. Er is geen enkele reden om aan de verklaring van Marieke te twijfelen. Is dat echt zo, Marieke? Heeft Nick jou zo hard geschopt? Was het iemand anders? Mevrouw Santos, ik denk dat dit wel genoeg is. Ik zou heel graag van jou een ja of nee willen horen, Marieke. Ja. Loverboys slaan hun meisjes bijna nooit. Ik voel me niet goed. Je kunt hier wel bij laten, denk ik, hè?
normaal, denk ik altijd meteen. Wat komt er voor haar uit zijn neus? Of wat heeft hij het veel over zichzelf? En waar ik altijd helemaal op afknap is de domheid van mannen. Als ze maar met een halve gebruiksaanwijzing ter wereld zijn gekomen. Maar bij Karel... Ga je niet wat snel? Je kent toch pas één kroket lang? Twee. Twee, Simone. Hé, hey, Sabrien. Ja, die staat hier naast me. Sabrina, zeg het eens. Ik heb sterke vermoedens dat Nick die mishandeling niet heeft gepleegd. En dan heb ik alleen de advocaat zo half beloofd dat ik haar niet te zitten in hoef. Als het nodig is voor je zaak, dan doe je dat. Die advocaat kan de pot op zich. Dus dat meisje moet opkomen draven om ontlastend te zijn voor een jongen die haar de prostitutie injoeg. Dat doet nou even niet de zaak, Simone. Nou, voor mij wel. Sabrina? Mevrouw Santos is even in gesprek. Wij gaan even babbelen. Kinderslot, mevrouw Santos. Speciaal voor jonge advocaten. Wie bent u? Ik ben de oom van Nick Mulder. Ik kan er zo voor zorgen dat u meneer Mulder gezelschap kunt gaan houden. Zeker, mevrouw Santos. Maar laat ik u een advies geven. U ziet het bleek. Doe het wat rustiger aan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nina, ik ben er weer. Wat was dat? Wie was die man? Nou, dat was kennelijk de oom van Nick. Hij zat gewoon even bij mijn auto. Bij jou in de oom? Heeft hij je bedreigd? Nou, die heeft de dag me even van een adviesje te voorzien. Nou, als Nick die gast erbij durft te lappen, dan ziet het er een stuk zonniger voor hem uit. Ooit gehoord wat een ontnemingsvordering is? Justitie schat uw inkomsten uit het werk van Marieke op 40.000 euro. Die gaan ze tot de laatste euro van u plukken. Gaan we door met het goede nieuws. Marieke heeft over de mishandeling gelogen. Ik twijfelde na het gesprek nog een beetje, maar gelukkig kreeg ik bezoek van je oom. Waarom heb je die man voor mij verzwegen, Nick? Wie is die oom? Ko is niet mijn oom. Wie is hij dan wel? Regelt hij de kamer, de knokploeg, de beveiliging? Intercash? Leent jouw geld om meisjes in de watten te leggen? Zoiets, ja. Zit ik goed als ik denk dat justitie met de aanklacht van de ontnemingsvordering en de mishandeling bij oom Ko moet zijn? De oplossing is simpel. Jij vertelt de rechtbank hoe hij met jou in contact kwam, hoe je voor hem kwam te werken. En vooral dat niet jij, maar hij de gewelddadige was. Dan zou het best kunnen dat je met een half jaar wegkomt. Kan hij hier niet buiten blijven? Nick, jij was dapper genoeg om die meisjes achter het raam te zetten. Die beesten voor jou 6 dagen in de week. Wees nou eens een keer echt die stoere jongen. Wil jij je hele leven lang zo'n laf poortje blijven? Ik morgen op de zitting niks. Marieke kan ik lastig als getuige oproepen. Jij doet je mond niet open. Ga morgen gewoon naar de haaien. Ja? Nina, hij is er. Wie? Hij belt nu aan. Ja, wie? Karel. Karel? U bent de weg? Joep. Hij komt eraan, hoor. Nina. Hallo. Ik liep in de Spiegelstraat. En toen zag ik een... En toen dacht ik... Oh!
Oh. Ik vond deze beter bij jou passen. Maar dan wil ik die andere wel terug. Die heeft mijn secretaresse opgegeten. Oh? Ik vind hem heel mooi. Mooi? Ja, hij is prachtig, dankjewel. Mooi? Ja, mooi. Nou, ik laat je verder. Je hebt het vast wel druk. Je hebt vast seriemoordenaars en andere vrienden moeten verdedigen. Zie ik je vanavond? Nee. Wat zou je ervan vinden als ik in Amsterdam kwam wonen? Vanavond. Ik zie je vanavond. Nog een ei? Hij gaat maar door. Hij houdt niet op. Hij wil me. Heerlijk, toch? Met huid en haar. Nina, waar vind je dat nog? Een man die ervoor gaat. Die zijn allemaal zo kopschuw geworden door de emancipatie. Adem inhouden. Lieverd, ik wil ook niets liever dan de hele dag lekker bij jou op schoot zitten en rosé drinken. Maar er is een tango leren met een versleten heup die me nodig heeft, dus ik heb het druk. Ja, zie je vanavond. Goed, doei. Juan, I'm afraid I have bad news. They want to kick you out as soon as possible. No operation. No, I expect the prosecutor to demand about 4 months. Don't worry too much, we just have to change plans. I don't see how. Well, we have to help the truth a little bit. You expect me to lie? Am I allowed to? Well, lying might be a sin, but it's not always a crime. I cannot lie. Sorry? I blush. Well, Mr. Fuentes, then we have to practice. De enige manier om hier met een relatief kleine straf en zonder leeggeplukt te worden de tent te verlaten is dat jij Homeco durft te belasten. Het is jouw enige kans. Pak je die? Nee. Dat kan ik niet veel voor je doen. De rechtbank. Meneer Fuentes. Mevrouw de Zwaan. Meneer Oostwegel. Tolk verhinderd. Let's get started dan maar. Voorzitter, verdachte is niet erg spraakzaam. Waardoor ik alleen nog maar het beeld heb van een loverboy die op kille en mensonterende wijze met het slachtoffer is omgegaan. Geen enkele emotie, geen oog voor haar lijden en uitsluitend denkend aan de opbrengst. Bovendien neemt verdachte de angst voor herhaling niet weg. Verdachte heeft immers geen enkel inzicht getoond in het verwerpelijke van zijn handelen en heeft geen enkele andere bron van inkomsten.
Terwijl de verdachte de opbrengst van de smokkelwaar wilde aanwenden voor een operatie aan zijn heup, moeten we niet vergeten dat de smokkel bijna een halve kilo harddrugs betreft. Je zou kunnen zeggen dat de volksgezondheid deze verdachte geen zier interesseert. Hoor ik het goed, mevrouw de Zwaan? U ziet af van een pleidooi? Dat klopt, voorzitter, op verzoek van mijn cliënt. Nou, dat schiet op. Mr. Fuentes. According my information, this was the first time you smuggled hard drugs. Oh no, sir. This was the second one. But earlier at your examination, you said... I lied, Mr. President. Oh, gee, that's not good. The first time, I got afraid. And what did you do with the drugs? I threw it to the toilet. But you earned no money then. That's why I had to do it again. No. And in the future, you quit with the drugs? Oh, no, sir. I cannot. No? I have no choice. No choice? Well, I am too old to dance. I have to do it again. Are you sure? Mr. Swan, mevrouw de Zwaan. Verdachte heeft zich nu al voorgenomen om recidive te plegen. Ja, voorzitter. Cliënt heeft mij ook verzekerd dat hij niet anders kan. Mevrouw, ik moet zeggen dat de uitspraken van u en uw cliënt mij verrassen. Mij ook. Maar u moet maar denken, in de tuin des heren groeien rare peren. Sorry? Nou, ik bedoel te zeggen dat... Ja, dat snap ik wat u bedoelt. Het ging over peren. Ik ben niet onder de indruk over de wijze waarop u de belangen van uw cliënt behartigt, mevrouw de Zwaan. Maar ik zie... dat verdachte bloost. Dus neem aan dat hij zich schaamt over deze feiten en de waarheid zegt. Voorzitter, bovendien dwong verdachte het slachtoffer op haar 17e haar borsten te vergroten. Lieve voorzitter, ik protesteer. Die borstvergroting, dat was een cadeautje voor haar verjaardag. Ja, natuurlijk. Net zoals ze vrijwillig naar de zonnebank mocht om er achter het raam mooier uit te zien. Meneer Mulder, wat doet u hiermee stoppen? Meneer de voorzitter, ik ben ervan overtuigd dat het besef van ophouden tot mijn cliënt is doorgedrongen. Ik vraag me werkelijk af waar mevrouw haar overtuiging op baseert. Meneer Mulder, wilt u nog iets verklaren? Ik acht bewezen dat u zich schuldig heeft gemaakt aan de verweten invoer van 400 gram cocaïne. Gelet op het feit dat verdachte dit niet voor het eerst deed en tevens heeft aangegeven niet te zullen aarzelen andermaal te zullen smokkelen, zal ik boven de eis uitgaan en verdachte veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden. 12 months. So, one year, that is. One year, so the operation will be no problem. I was afraid he would give me 3 years. Oh no, but this is a police judge. He can only give you 1 year. Thank you. You're welcome. I love this country. Rieke. Gaat het nou met je? Even. Komt hij even, mevrouw? Collega, mag ik vragen? Ja, ik begrijp je verbazing helemaal, mevrouw. En ik ben met dit bezoekje ook niet helemaal content. Marieke is na uw onderhoud met haar naar een psycholoog gegaan en die achtte dit heilzaam. Mits het hierbij blijft. Dan hebben we toch een probleem, want zij is nu ter zitting. Maar niet als getuige. Ik kan verzoeken of zij daartoe gepromoveerd wordt. Marieke is hier als slachtoffer. Dit heeft haar therapeutische waarde. Ik zou het erg op prijs stellen als we het daar vandaag bij kunnen houden. Dag, juffrouw Groen. Dapper dat u wilde komen. Graag gedaan. Als slachtoffer heeft u het recht om op deze zitting te spreken. Ik zou zeggen, neem rustig de tijd. Ik kwam u eigenlijk alleen maar iets vragen. En wat wilt u de rechtbank vragen? Dat u het stopt. U moet het stoppen. Wat hij en al die andere jongens en mannen allemaal doen.
dat ze je verleiden. En jij denkt dat het om echte liefde gaat. Dat ze je inpakken met cadeautjes die je later allemaal moet terugbetalen. Dat ze je vragen om hun naam op je lichaam te laten tatoeëren, zodat je van hun bent. Ja. Begrijp ik het goed dat dat is wat u wilde opmerken? Nee. Nee. Hij heeft alles van mij afgepakt. Niet alleen mijn paspoort, mijn ouders en vrienden, mijn school, mijn eigen lijf en mijn zelfvertrouwen. Maar zelfs de kans om ooit kinderen te krijgen, heb jij van mij afgepakt. Ik had er zo graag eentje van hem gehad. Dank u wel. Dank u wel. Is er nog iemand die behoefte heeft aan een opmerking? Meneer de voorzitter. Enerzijds begrijp ik de opmerkingen van mevrouw Groen heel goed, maar anderzijds kan ik ze niet helemaal plaatsen. Voorzitter. Ja, dat zult u toch even moeten toelichten, mevrouw de raadsvrouw. Ik vind dat mevrouw Groen oprecht gesproken heeft. Ik ben het helemaal met haar eens. Dit moet stoppen, meteen. Mensen die dit doen, moeten de gevangenis in. Allemaal. Zonder uitzondering. Iedereen moet de straf krijgen die hij verdient. Voor de dingen die hij misdaan heeft. Maar niet voor de dingen die hij niet heeft misdaan. Ik zeg het maar ronduit. Ik vrees dat mevrouw Groen, haar overigens begrijpelijke woede, ten onrechte in volle omvang op cliënt laat neerdalen. Meneer de voorzitter, wat is dit? Ja, bent u nu al aan het pleiten geslagen, mevrouw de raadsvrouw? Ik denk niet dat dit het juiste moment is om... Voorzitter, nu heeft mevrouw Groen immers nog de gelegenheid om op onze opmerkingen te reageren. Na het pleidooi kan dat niet meer. Maar u bevindt zich wel op glad ijs, mevrouw Santos. Weet u, het klopt gewoonweg niet. Waarom zou mijn cliënt, een jonge vent, die nimmer gewelddadig geweest is, ineens, uit het niets, op die bewuste avond een jonge, weerloze vrouw in elkaar trappen? Omdat ik wilde stoppen en hij dat niet kon hebben. Mevrouw Groen, mag ik u vragen om Nick in de ogen te kijken? Voorzitter. Ik vraag u Nick in de ogen te kijken en te herhalen dat hij het is geweest die u zo afschuwelijk heeft mishandeld. Voorzitter, wilt u dit stoppen? Ik vraag alleen maar om hem aan te kijken en ja te zeggen als het de waarheid is dat hij u zo gruwelijk heeft mishandeld. Mevrouw Groen, alsjeblieft een simpel ja of nee. Als Nick? Alsjeblieft, simpel ja of nee. Nee. Wie is het dan wel? Is ze hier? Is ze hier misschien aanwezig? Nee. Daar bent u zeker van? Ja. En daarom deelt de rechtbank dan ook niet de conclusie van het Openbaar Ministerie. Dat verdachte zich naast de bewezen verklaarde mensenhandel ook schuldig zou hebben gemaakt aan zware mishandeling. En omdat verdachte niet eerder veroordeeld is, ziet de rechtbank aanleiding lager te straffen dan geëist. De rechtbank veroordeelde verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Ik dank u. Nou, Nick, dat lijkt mij een mooie periode om de zaken eens op een rijtje te gaan zetten. Mevrouw Santos, het spijt me zeer, maar ik heb echt geen goed woord over voor je optreden van daarnet. Ik kan niet anders zeggen dan dat u het slachtoffer van deze loverboy hebt misbruikt. Om de man goeddeels vrij te pleiten. Uw cliënt had mijn cliënt veel te zwaar belast. Hij had haar niet mishandeld. Hé, dat is hem. Daar. Hij buikt hem in elkaar.
Dus ze houdt eigenlijk nog steeds van die jongen? Ja, op een bepaalde manier wel. Ja. En daar heb jij slim gebruik van gemaakt. Hij had haar niet mishandeld. Ik vind het walgelijk. Die vent is nu toch opgepakt? Oh ja, eind goed al goed. Nina? Jongens, als jullie het niet erg vinden, opgehoepeld. Nina moet nog even een relatie verbreken. Hm? Sinds wanneer heb jij een relatie? Nou, sinds vanmorgen. Goed. Nou, ik moet hoognodig iemand van een roze wolk gaan trekken. Misschien moeten Jim en ik gewoon op tango rollen. Ik vind dat jullie een heel verkeerd signaal afgeven aan die mannen. Zo verpesten jullie het voor de vrouwen die wel staan te smachten. Hè, Sabrie? Mm-hmm. Jullie verknallen het volledig voor ons. Zo, hè? Fijne avond. Veel plezier. Karel. Het is gelukt. Rigoletto. Oh. Ja, ik weet niet. Maar je houdt niet van Verdi? Nee, nee. Het is me allemaal te kostbaar. Ik ben geen 16 meer. En ik? Wat ben ik dan? Het is goed dat u de bloedrapportage uit het dossier hebt gelaten. Nee, ik moet de woorden uit de mond. Ik moet voorkomen. Matenvergadering. Ik wil direct een matenvergadering. Ah! We gaan ons niet in een wespennest steken. Inspecteur Kramer, wat is uw reactie? Geen commentaar. Wiegers gaat zonder direct bewijs voor 15 jaar onschuldig de bak in. Omdat ik haar voor de levensverzekering vermoord zou hebben. Het is een onmiskenbaar motief. Ik heb niks verzwegen. Ah!